Nou, wat een wervelende opening hier van onze Start Academic Year. Van harte welkom, medewerkers, studenten. Wat ontzettend leuk dat jullie kijken. We doen deze show in het Nederlands. But I know some of you may not understand all of the Dutch that's being spoken. So consider this a wonderful opportunity to practice your Dutch. And we will also have the show available for you starting Thursday with English subtitles. So it'll be available on Thursday. En dan voor one entire week. Maar voor de rest doen we deze show in het Nederlands. Jullie zijn het natuurlijk gewend met een wervelend spektakel. De Start Academic Year is wel een begrip, maar vandaag gaat het dus een beetje anders. En dat hebben we ook aangegrepen als thema voor de show. Verandering, change. Het heeft een rol gespeeld in het leven van alle gasten. En natuurlijk ook bij jullie thuis is dat herkenbaar. mijn naam is Sophie van den Enk. Ik vind het ontzettend leuk om jullie host te zijn. En ik stel heel graag mijn gasten aan jullie voor. Allereerst begin ik met onze student Justin Ripassa. Wat fijn dat je bij ons bent. Jij studeert aan NHL Stenden in Emmen, volgens mij. Dat klopt. International business. Maar dan wel international business. Dus vanuit Emmen kijk je eigenlijk de hele wereld in. En je bent muzikant en we gaan er straks meer van horen. Fijn dat je bij ons bent. Dankjewel. Maurice Limmen, fijn dat jij er ook bent. Jij bent dus de voorzitter van alle hogescholen en niet alleen Leeuwarden. Waarom wil je dit academisch jaar aftrappen vanuit Leeuwarden? Nou, het thema van verandering, dat spreekt mij persoonlijk heel erg aan. Ik denk daar veel over na en heb er ook heel veel ervaring mee vanuit het verleden. Vooral als het gaat om verandering ook op de arbeidsmarkt. Dus in die zin vond ik het een heel mooi thema, juist nu ook in coronatijd, om het studiejaar mee te openen. Ja, fijn. Goed dat je er bent. Erika Schaper, voorzitter college van bestuur van NHL Stenden. Goed om jou ook hier te zien. Op welke manier heeft verandering voor jou vorm gekregen de afgelopen maanden? Nou, natuurlijk de coronatijd. Hè, dat is een verandering die je eigenlijk helemaal niet aanziet komen. Heel vaak zijn veranderingen in mijn werk dingen waar je aan bouwt en aan werkt. En waar je invloed op hebt. En ineens overkomt je dit. Ja, die ga je implementeren met precies, een strategie. Precies, en er was helemaal geen stappenplan. Strategie. Het was ineens corona. Precies. En hoe kan je, hè, dat vind ik heel interessant. Hoe kun je daar dan als organisatie, maar ook als mens, op acteren? Want het overkomt je. En ben je er dan klaar voor? En hoe ken je jezelf dan goed genoeg om daarin te acteren? Nou, ik ben in deze periode ook nog gaan samenwonen. Nou, dat is natuurlijk ook een stap, dus voor veel studenten misschien ook herkenbaar. En in die coronatijd was dat heel anders, want normaal gesproken woon ik door de week in Friesland, in het weekend in Woudenberg. En nu was ik ineens weken achter elkaar in Woudenberg. Dus dan krijg je zo'n kokonnetje, zeg maar. En dat was heel plezierig. Dus dat is een positieve verandering. Maar het omgaan met veranderingen die je niet kan plannen of waar je niet een jaar op kan voorbereiden, ja, dat vind ik wel een hele uitdagende. En daar hebben we heel erg veel allemaal, denk ik, van geleerd. En dat geldt ook voor mijzelf. Ja. Dankjewel. Leuk om te horen vanuit het kokonnetje in Woudenberg. Dan nu in ieder geval hier in Leeuwarden. Fijn, goed je hier te zien, Erika. We gaan straks ook twee van jouw nieuwe collega's ontmoeten. Over verandering gesproken. Over verandering gesproken, want het college van bestuur heeft op een andere manier vorm gekregen de afgelopen maanden. En we gaan ze straks ook leren kennen in de vorm van een filmpje wat Justin voor ons heeft gemaakt. Dus het is een prachtig geïntegreerd geheel. Maurice, je zei het net al eventjes. Je hebt vooral ervaring ook met veranderingen op de arbeidsmarkt. Dat is vanuit jouw vorige functie als voorzitter van het CNV, van de vakbond. Ja. Op welke manier zie jij de veranderingen postvatten in de hogescholen? Ja, dat is natuurlijk iets wat inderdaad heel erg interessant is. Erika zei er al iets over. De afgelopen maanden hebben we natuurlijk heel veel meegemaakt met elkaar. Inderdaad, het is een totaal andere wereld dan de wereld van de beleidsnota's en de lange termijn strategieën. Maar wat ik heel leuk vind, is dat zijn de verhalen vanuit hogescholen. Dat je ziet hoe docenten bijvoorbeeld proberen om hun lessen ook online te doen. Hoe je ziet dat ze ook studenten erbij proberen te betrekken. Allerlei innovatieve vormen worden gevonden om ervoor te zorgen dat het ook allemaal door kan gaan. En die energie die vrijkomt bij mensen, dat is eigenlijk wel het mooiste wat ik de afgelopen tijd zo heb gezien. Er is ook een andere kant. Hè. Er is ook de kant dat sommige mensen dat heel erg ingewikkeld vinden. Daar komen we ook ongetwijfeld nog over te spreken. En niet geheel ten onrechte.
Maar per saldo vind ik het heel mooi om te zien hoeveel positieve energie daarop is vrijgekomen. Ja. Ja. Maar ja, als je het hebt over onderwijs, dan ik hoorde een keer iets moois. Het is om echt iets te leren van iemand heb je een vertrouwensband nodig. En een vertrouwensband bouw je natuurlijk niet op via een scherm. We doen ons best, hè? Maar ja, het is moeilijk. Ja. Hoe ondervang je dat nou in het onderwijs? Ja, dat is ook lastig. Ik vind zelf bijvoorbeeld heel prettig om via humor contact te maken met mensen. Maar dat is juist ook in een digitale omgeving is dat lastig. En je hoort ook van docenten, hoor je daar wel hele verschillende geluiden over. En met name het opbouwen van een band. Iemand zei vandaag nog van het onderhouden van contact, dat lukt vaak nog wel. Maar het opnieuw opbouwen van een band, dat is wel echt iets heel anders. Daarom zit onze zorg met name ook bij de eerstejaars. Van hoe zorgen we ervoor dat die ook kunnen integreren in het hbo? Ja. Daar gaan we straks ook van horen, hè? Van een eerstejaars. Hoe ervaar jij dat eigenlijk de afgelopen maanden, jouw onderwijs? Het is heel erg veranderd. Ik ga met plezier naar school als international student. Vooral omdat ik ken natuurlijk al mijn studenten, medestudenten die vanuit de hele wereld komen naar Emmen toe om daar te studeren. En dat is toch wel heel anders. Ik merk dat je kunt, zoals je zegt, ook best wel onderhouden online, maar het opnieuw een contact leggen is heel moeilijk. Ik denk dat dat nog wel een van de challenges is van change voor de nieuwe studenten. Ja, ja zeker. Maar gesproken over de positieve energie die jij beschrijft, die hebben wij in de video's zeker meegemaakt. Ja. Kijk, je gooit al heel mooi het balletje even op. We gaan er straks naar kijken. Ik heb er heel erg veel zin in. De band staat ook klaar, dus we gaan er een mooie uitzending van maken. Erika, je had het al eventjes over je nieuwe collega's. Die gaan we natuurlijk leren kennen. Maar wat heeft de verandering betekend concreet voor NHL Stenden de afgelopen maanden? Nou, het was natuurlijk een bizarre situatie. Eigenlijk van de een op de andere dag moest de hele hogeschool dicht. Hè, de 12.000 studenten die normaal op de campus in Leeuwarden zijn, alles bij elkaar, hebben we 24.000 studenten. Van de een op de andere dag was iedereen thuis aan het werk. Medewerkers, nou dat liep nog misschien een weekje door, maar ook die werkten vanuit huis. En ik herken heel erg ook wat jullie zeggen. Aan de ene kant hebben we best wel zorgen gehad en nog steeds over medewerkers en studenten. Hè, van redt iedereen het? Niet iedereen is ook geschikt zeg maar, om die inspiratie helemaal uit zichzelf te halen, de motivatie. Tegelijkertijd, er is ontzettend veel creativiteit. Ik liep vanochtend een rondje over het plein in Leeuwarden. En dan zie je dus allerlei andere activiteiten. Een concert in de vorm van een hologram van mensen, waar dan 25 studenten per keer dat kunnen volgen. En dan de volgende groep. Je kon fietsen en tegelijkertijd een soort virtuele tour door Nederland, door Friesland maken en door Leeuwarden. Het is allemaal hele leuke initiatieven. Dus die beide kanten zijn er. En ik denk dat belangrijk is, dat het onderwijs zal veranderen. Bepaalde dingen zullen we niet meer fysiek doen. Maar er is ook wel een ongelooflijke herwaardering gekomen van dat contact tussen studenten en docenten. Dat je dus leert, niet alleen maar door dingen tot je te nemen, maar echt in contact. Ja. Nou, en daar zullen we heel goed moeten kijken, zeker de komende tijd, dat we de mogelijkheden die we hebben heel goed inzetten. Zeker voor eerstejaars studenten, dat die weer kunnen komen, dat die elkaar kunnen ontmoeten, dat die ook de hogeschool kunnen leren kennen. Maar ook de ouderejaars. En dan zoveel mogelijk de kansen benutten en creatief zijn in hoe we dan die ontmoeting kunnen organiseren. Ja, want zover zijn jullie natuurlijk al wel. Want in maart moesten we heel snel reageren. Het was ineens van de een op de andere dag was ik bijvoorbeeld ook gewoon juf thuis. Zonder werk, maar wel met twee leerlingen in de vorm van mijn eigen kinderen. Dus we hebben allemaal snel moeten schakelen. Maar we zijn nu wel weer een paar maanden verder. Dus ik neem aan dat jullie ook een strategie nu wat meer hebben kunnen ontwikkelen. Toch? Zeker, dus een strategie ook naar de toekomst toe. Hè. Als dit nog wat langer duurt, wat doe je dan online en wat doe je fysiek. Daar moet je heel goed in kiezen in welk contact is nou eigenlijk het meest wezenlijk. En welke groepen studenten, ook studenten bijvoorbeeld met een beperking, hebben we wat meer aandacht gegeven. Hè? Als je echt niet online kunt werken, dan voor ons is steeds het uitgangspunt geweest zoveel mogelijk studievertraging voorkomen. Ja. Dus alles wat, hè, ook als je bijvoorbeeld afhankelijk bent van werken in labs, ja, dan op een gegeven moment, je kunt nog wel een beetje schuiven met roosters, maar op een gegeven moment loop je dan vast. Nou, dat proberen we zo goed mogelijk te voorkomen. Want die intensiteit is van belang, dat contact is van belang
om te kunnen leren. Ja, precies. Dan heb je het inderdaad over stages die echt moeten gebeuren in een laboratorium of op in een hotel. En ja, dat kan je eigenlijk niet van achter een scherm natuurlijk gaan lopen oefenen. Ja, dus we roepen ook heel erg ook het bedrijfsleven in de omgeving op van zorg nou dat je wel stageplaatsen continueert. Want anders blokkeer je echt het leren van studenten. Ja, want het houdt ergens online op anders. Ja. Dat is natuurlijk iets waar alle hogescholen in Nederland tegenaan lopen. Zeker. En in die zin is het HBO natuurlijk ook verre van geïsoleerd in alle problemen die te maken hebben met corona. Dus wij proberen ook heel nadrukkelijk inderdaad met andere sectoren te kijken van hoe kun je er nou met elkaar uitkomen. Maar het is natuurlijk toch wel, het is en blijft, zelfs ook in deze fase nog een totaal onvoorziene situatie. Ja. We hebben tot dusver hebben we het vorige studiejaar gewoon op fatsoenlijke manier weten af te sluiten. We hebben allerlei afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld ook over de doorstroming van mbo-studenten naar het HBO. Maar het blijft toch ook verder pionieren. Zeker omdat je ook niet weet, en we ook niet weten, hoe lang dit natuurlijk nog duurt. Hè? We zetten de schouders eronder. Ja. En wij hebben ook veel internationale studenten. Nou, dat is ook een specifiek vraagstuk. Hè? Kunnen die wel of niet komen? Ze zijn wel van belang, want we willen graag, hè, Justin geeft dat ook al aan, dat ook hier die ontmoeting tussen Nederlandse en internationale studenten kan plaatsvinden. Ja, dat is even afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk juist ook, de meerwaarde daarvan ligt ook echt in die ook fysieke ontmoeting. Ja, daarom vond ik het ook zo frappant. Je hoort nu dat er een heleboel extra aanmelding is bij studentenverenigingen. En dat begrijp ik dus ook ontzettend goed. Want ik begrijp zo goed dat mensen die aan het begin van hun studie staan, juist eigenlijk die ontmoeting, wat ik zelf ook nog weet van het begin van mijn studententijd, dat was natuurlijk ook gewoon een heel groot feest. Je gaat helemaal te stralen. Nou ja. Maar dat vond ik ook echt. Dat was zo ontzettend leuk. Los van het feit dat je qua kennis natuurlijk ook wat leert, maar het is ook ontzettend leuk om die wereld te leren kennen. Ja. Dus en je ziet dus eigenlijk ook op die manier dat mensen proberen daar hun weg in te vinden. En ik hoop ook dat we er met elkaar in slagen om hen ook die kans te geven. Ja, natuurlijk. Een studie is zoveel meer dan alleen die opleiding. Hoe belangrijk die natuurlijk ook is. We hebben zo dadelijk ook nog over de effecten van die hele coronatijd en de creativiteit die daarbij loskomt, maar tegelijkertijd ook die uitdaging op het gebied van motivatie en het effect daarvan op de hersenen. Een waanzinnig interessant hoorcollege van niemand minder dan professor Erik Scherder. Dus blijf daarvoor ook zeker kijken. Dan ga ik nu van onze gasten aan deze kant naar onze geweldige band aan de andere kant. Als er mensen zijn die om kunnen gaan met verandering, dan is het deze coverband wel. Want jullie spelen in op precies de wensen en de thema's die spelen op de plekken waar jullie mogen optreden. Dus we gaan met heel erg veel plezier naar jullie luisteren. Jullie hebben ook de toepasselijke naam At Your Service. Take it away. Sander, Arthur en Jesse van At Your Service. Dank jullie wel. Yes. Heel mooi. We gaan jullie straks nog horen. Nou, Waiting on the World to Change, dat is niet echt meer nodig. Want dat is voor een heel groot gedeelte al gebeurd. We leven echt in een veranderde wereld. Ik vond het heel mooi, Maurice, wat jij net zei. De hogescholen staan niet alleen, zijn niet geïsoleerd. Eigenlijk heeft alles overal weer betrekking op. En jij spreidt jouw vleugels als hogeschoolstudent ook al ontzettend uit.
Je bent niet alleen bezig met je muziekcarrière en je studie, maar je hebt ook mooie filmpjes gemaakt voor ons. Wil jij iets daarover vertellen? Zeker. Ik ben naast muzikant doe ik ook graag aan presenteren. En ik ben hier ook de razende reporter. En het was echt exceptioneel leuk om te zien wat er achter de schermen van NHL Stenden nou eigenlijk ook gebeurt. Ook met vraagstukken als wat doen we in de coronatijd. Ja. En in de filmpjes zullen jullie ook zien, we gaan meerdere mensen interviewen. Onder andere ook de CVB-leden. Om te zien wat voor keuzes zij maken achter de schermen. Ja, heel erg leuk. Wij kunnen ze op die manier dan leren kennen. Een vraag die ik had is, hoe doe je nou eindexamen in deze tijd? Hoe maak je een studiekeuze? En jij hebt iemand ontmoet die precies daar middenin zat. En we gaan nog een verslag horen uit Zuid-Afrika. Dat klopt, ze staan allemaal klaar. Heel fijn. Nou, we gaan kijken naar het verslag van onze razende reporter Justin Ripassa. Hoe heb jij het afgelopen jaar ervaren? Ja, het was heel apart. Vooral omdat we niet echt examens hoefden te doen. We hadden zeg maar onze laatste toetsweek, dat waren onze examencijfers. Dus de gemiddeldes die je al had? Ja. Wat verwacht jij van jouw opleiding in de toekomst? Stel dat de coronatijd nog zo blijft. Nou, ik denk dat het grotendeels dan wel online is. Nou ja, opleiding heet ook online content creator, dus het is wel toevallig zeg maar online. Zie jij dan nu ook meer kansen als influencer, als content creator? Nou, ik denk het wel. Want ja, iedereen zit nu online natuurlijk. Dus het is eigenlijk wel een goede timing nu. Dankjewel dat je hier was. Dankjewel. Wij schakelen over naar Executive Dean Wouter Hensens in Port Alfred in South Africa. Take it away, Wouter. Dankjewel, Justin. We staan hier voor het Robert Veenstra Entrepreneurship Centrum in Namato. De Nelson Mandela Township in Port Alfred, waar onze Stenden Zuid-Afrika campus is. Ik wil vandaag praten en ik heb met een aantal van onze medewerkers hier gesproken over wat we hier precies in dit centrum doen en hoe dat een belang heeft in de verandering die we maken in onze lokale gemeenschap. Dit centrum richt zich op twee activiteiten. Ten eerste worden lokale ondernemers begeleid door NHL Stenden studenten via een minor social entrepreneurship. En deze studenten helpen de ondernemers in het opzetten of het uitbouwen van een nieuwe onderneming. En dit creëert werkgelegenheid. Ten tweede wordt hier een computercursus aangeboden, een 9-weekse cursus waarin cursisten letterlijk van niveau 0 tot het niveau gaan waarin ze zelf hun huishoudbudget kunnen bijhouden in Excel, hun cv kunnen opstellen in Word of in contact kunnen blijven met familie ver weg door Facebook, Skype of andere computerapplicaties. Nou, deze specifieke cursus is zo populair dat tot op de dag van vandaag meer dan 4000 mensen van deze community zijn afgestudeerd. En de verhalen die we horen, wat er met ze is gebeurd tijdens die cursus en na die cursus, zijn werkelijk heel bijzonder. We horen verhalen van cursisten die nu het zelfvertrouwen hebben gekregen om te solliciteren op een betere baan. Verder gaan studeren, noem maar op. Het is werkelijk een geweldig project. En het leuke is, dit project wordt dus gedaan door NHL Stenden studenten. Lokaal, maar ook via de Grand Tour. Terug naar jou, Justin. Dank je, Wouter. You really took it away. En nu terug naar de studio. Als we even kijken echt naar inhoudelijk wat er gezegd wordt, want daar gaat het natuurlijk om. Horen we van de student de online, wat was de studie die ze doet? Online communications? Ja. Online content. Zij doet content creating. Content creator. Als je nou naar zo'n opleiding kijkt, dat je die online gaat doen, is dat dan winst of zit je daar toch ook aan te hikken tegen diezelfde problemen die we net bespraken? Je kunt er natuurlijk wel vanuit gaan dat die studenten wel gewend zijn en ook de docenten om met online applicaties om te gaan. Dus daar zullen ze een voordeel bij hebben, misschien ten opzichte van een aantal andere studenten. Tegelijkertijd geldt ook daar natuurlijk dat het leren, dat je wel ook daar behoefte hebt aan contact. Studenten leren ook heel erg van elkaar en met elkaar en van het contact met studenten. Dus ook daar zul je dat missen. Ja. Maar zij zullen een voorsprong hebben, omdat hun markt natuurlijk, het werkveld waarin ze gaan werken, ja, dat is natuurlijk op dit moment geëxplodeerd, zou je kunnen zeggen. Ja, nou, hoe luisterde jij? Wat ik gewoon heel positief aan vind, is dat ze iemand zegt van nou inderdaad, die studie die ik gekozen heb, die juist in het licht van de coronatijd, is het misschien juist wel heel goed dat ik dat ben gaan doen. En dat is natuurlijk een vraag waar een heleboel mensen in Nederland voor komen te staan. Van wat betekent dit nou eigenlijk voor de manier waarop ik mijn brood moet verdienen? En dan vind ik juist dit soort verhalen eigenlijk heel erg inspirerend. En dan hoop ik ook dat mensen die op deze manier of op andere manieren worden geconfronteerd met mensen die dit soort keuzes maken, daar ook wat door geïnspireerd kunnen worden. Ja, ja. Hoe kunnen medewerkers daarin ondersteund worden?
Ja, we proberen zoveel mogelijk mensen te helpen met goede faciliteiten. Daar begint het mee. In het begin reden de mensen van onze facilitaire dienst alsmaar rond met goede toetsenborden, goede stoelen enzovoort. Dat is natuurlijk de basisvoorwaarde. Ja, ja. En tegelijkertijd proberen we ze met zoveel mogelijk ondersteuning en ook de goede platforms en de goede applicaties dingen te laten doen. Goede opnamefaciliteiten bijvoorbeeld, dat je een college goed op kan nemen. De goede tools. Wij hebben ook veel gedaan met proctoring, dus dat je ook examen kan doen via een computer, zeg maar. Ja, dat zijn dingen waar we wel hebben geprobeerd medewerkers zo goed mogelijk te helpen. Ja, ja, inderdaad. Ja, ik snap het. Goed om zo je flexibel op te stellen en daarin dan wendbaar te zijn. Jullie zitten met duizenden te kijken. Dat is hartstikke mooi en heel erg leuk, want we hebben een volgende reportage van Justin klaarstaan. En die gaat over de nieuwe collega's. We gaan ze leren kennen in hun hele huiselijke setting. In Utrecht en in Zuidhoorn. Nou, of Zuidhoorn? Zuidhoorn, ja. Ja, hartstikke goed. Ze zijn ontzettend muzikaal. En dat past Justin natuurlijk als een pakje. Ah, Mark. Hey, Justin. Kom binnen, man. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, tof dat je hier langs komt. We wonen op de eerste, dus loop mee. Ik kom achter je aan. Wil je wat drinken? Graag, een glaasje water graag. Komt goed. Steile Utrechtse trappen. Ja, met hele hoge deuren voor hele lange mensen. Met wie woon je hier? Ik woon hier met Anja, met wie ik getrouwd ben. Al een jaar of 12 of zo. En met mijn twee zoons. Dankjewel. En 14 jaar oud. Twee pubertjes hier in huis. Wauw, super mooi. Zullen wij even gaan zitten? Even goed. Loop mee. Ik zie al een piano staan, boeken, kunst. Ja. Ben je muzikant? Ja, ik kan wel piano spelen, ik zeg. Van kunst heb ik niet veel kaas gegeten, maar pianoles heb ik wel gehad. Overwogen om naar het conservatorium te gaan. En toch een andere richting gekozen. Ja, ik durf het haast niet te vragen, maar zou je eigenlijk wel even voor mij willen spelen? Oké, is goed, is goed. De volgende keer live op NHL Stenden Hogeschool. Op het podium zeker. Zeker. Je kan wel mooi zingen trouwens. Dankjewel. Ja. En jij mooi piano spelen. Dank je. En als CVB-lid, wat zou je graag willen veranderen? Veranderen? In NHL Stenden, zou je meer muziek willen op school? Ja, volgens mij zit er al waanzinnig veel muziek in deze school, waar ik er tot nu toe van gezien heb. Veranderen, als ik heel eerlijk ben, geloof ik niet zo in hele grote veranderingen. En ik denk ook niet dat het nodig is. Er liggen hele goede plannen met een hele heldere strategische lijn. Er is waanzinnig veel gebeurd in de afgelopen 2,5 jaar, maar een deel van die plannen zijn ook nog niet uitgevoerd of nog maar deels uitgevoerd. Dus om heel eerlijk te zijn, ik zou graag willen uitvoeren wat er de afgelopen jaren al is bedacht en het dan ook echt gaan doen met z'n allen. Heel mooi gezegd, dankjewel Mark. Tof. En tot snel. Hey. Ik moet nog even snel naar Zuidhoorn, dus tot de volgende keer. Tot de volgende keer en de groet aan Oscar. Hey Oscar. Hallo Justin, leuk je te zien. Kom verder. Wederzijds, bedankt dat je hier mag komen. Wat een prachtig huis hier in Zuidhoorn. Ja, welkom hier in Zuidhoorn natuurlijk. En wij wonen hier met heel veel plezier. Met wie woon je hier? Ik woon hier met Aaltje, mijn vrouw. En we hadden hier ook nog drie kinderen wonen natuurlijk. Maar die zijn allemaal al lang het huis uit en aan het studeren in Groningen. Ik zou zeggen, kom verder. Gaan we zitten? Graag. Ik heb nog een paar vragen voor jou, want NHL Stenden zou jou heel graag willen ontmoeten natuurlijk. Ja, graag zelfs natuurlijk. Hoe heb jij de switch doorgemaakt van de Rijksuniversiteit naar NHL Stenden toe? Ik vond het een hele spannende tijd om van baan te veranderen natuurlijk. En ik ben ontzettend blij dat ik gekozen ben om lid te mogen worden van het college van bestuur van onze mooie hogeschool. Wat voor verschil zou je willen maken binnen NHL Stenden Hogeschool? Nou, wat ik vooral zie is een hele mooie hogeschool. Ik heb erin rondgelopen de afgelopen week en ik ben echt erg onder de indruk van de omgeving, van de plek. Een hele mooie plaats voor onze studenten om te studeren en voor docenten om te werken. En daar wil ik heel graag ook mijn bijdrage aan leveren natuurlijk.
Prachtig. En wat zou je nog willen meegeven aan alle medewerkers en studenten binnen onze school? Nou, ik wil jullie eerst een groot compliment maken voor de afgelopen periode in de coronatijd. Dat zo goed is opgepakt door docenten en door studenten ook natuurlijk. Want het was best wel moeilijk. En ik vind ook dat we echt trots mogen zijn op wat er staat en waar de school voor staat ook. En daar wil ik wel heel graag mijn steentje aan bijdragen. Mooi gezegd. Oscar, bedankt. Graag gedaan en ik hoop snel tot ziens allemaal. Here we go on this rollercoaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads. Slow me down, 'cause I'll always be around, and I will try to find my way. You're always there tomorrow, you're always there tomorrow. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and on earth I know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. At your service. Dank jullie wel en thank you for sticking around and bearing with us through our technical issues. It was because of the huge demand for this live stream. We'll be shortly going to Erik Scherder, Professor Erik Scherder, a world-renowned neuroscientist. It will be fascinating, so please stay with us. He will do his presentation in English. Ja, we gaan eventjes terug naar de CVB-leden. Mark en Oscar zaten nog een beetje in hun sollicitatiemodus, had ik het idee. Wat wil je veranderen? Niks. Het is heel goed. Het is heel goed allemaal. Ja, tegelijkertijd vond ik dat ook wel. Als ik spreek met docenten of met studenten in het HBO en ik vraag wie heeft de behoefte aan een nieuw strategisch plan, dan zijn er niet veel mensen die zeggen: nou, dat zou ik nou even heel mooi vinden. Een herijking. Dus ik voelde wel heel erg mee met wat Mark zei. Die zei van, nou, laten we gewoon aan de slag gaan. Laten we dat van maken. En zeker ook in deze tijd, waarin we inderdaad niet allerlei strategische plannen kunnen maken op de coronatijd. Vind ik dat eigenlijk best wel, kon me er wel in vinden, hoe hij dat zei. Ja. Ik denk dat het ook te maken heeft met dat we hebben een strategisch plan, hè, ook voortgekomen uit de fusie. Hè, over verandering gesproken, we zijn een fusiehogeschool. En nu breekt echt de fase aan om eigenlijk de winst te verzilveren die daarin gelegen is. Hè. Onze internationale kant, belangrijk dat studenten ook een keer om zich heen kijken, in een andere cultuur ervaring opdoen. Je zag dat ook helemaal in dat filmpje in Zuid-Afrika. Dat zijn wel elementen waardoor je je kan voorbereiden op veranderingen, dat je je kan voorbereiden op dat je daar klaar voor bent, als je zo'n ervaring een keer hebt meegemaakt. Ja, maar even naar Zuid-Afrika gaan zit er voorlopig natuurlijk niet in. Nee, maar daar hebben we nu bijvoorbeeld een digitale krantoer voor ontwikkeld. Is niet helemaal hetzelfde, maar toch aspecten daarvan nemen we nog steeds mee. Dus er zit nog heel veel potentieel in NHL Stenden. Dus wat Mark ook inderdaad zei, laten we dat nou proberen te verzilveren. Ja, dat is eigenlijk wel een goede boodschap. Niet weer een hele andere richting, maar vasthouden en zorgen dat we het potentieel wat we hebben, dat we dat verzilveren. Daar is echt nog heel veel in te doen. Ja, die lange dat vind lijn ik ook zeker mooi. In de video's die ik met hen heb geschoten, dan merk je dan ook echt wel de positieve attitude wat NHL Stenden ook met zich meedraagt. Ja. Ze hebben er wel gelopen, zeggen we eigenlijk handelen we het fundamenteel heel goed. En daar moeten we niet veel in veranderen. Ja. Ja. Nou, wat mooi dat je dat zo hebt weten vast te leggen. En die lange lijnen verzilveren, dat is eigenlijk ook wel mooi. Want er wordt al snel geroepen van het moet allemaal helemaal anders. Ja. Inderdaad, het is ook wel eens mooi om gewoon ergens bij te blijven als het goed is en klopt. Ja. Er is genoeg te doen. Jij hebt persoonlijk
een hele grote ingrijpende levenservaring meegemaakt. Je hebt geen corona gekregen, maar het was al daarvoor. Je hebt een vrij ernstige ziekte. Ja, dat klopt. Op mijn 14e levensjaar heb ik een lever- en nierziekte gekregen uit het niets. Alleen het werd hier, een lever- en nierziekte? Ja, uit het niets eigenlijk. En het werd meer gecompliceerd op het moment dat ik 16 was en ik heel erg ziek was, 41 graden koorts. En de dokters in het ziekenhuis een simpele blinde darmontsteking over het hoofd hadden gezien. Oh. En toen was ik al 10 dagen in het traject van een blinde darmontsteking. En op een gegeven moment hebben ze mij aangegeven, we gaan je opnemen. Maar je bent niet meer operabel. Want zo'n blinde darmontstekens moet je er gewoon uit? Ja, dat is eigenlijk een hele simpele operatie. Maar in dit geval, na 10 dagen, was de ontsteking overgeslagen op al mijn organen. Dus ik was niet langer, ik was niet meer operabel. En ze wisten ook niet of ik de ochtend nog ging halen. Ik was, als dat niet gebeurt, dan ga je dood, toch? Ja, ja, simpel gezegd wel, ja. Het is gelukkig goed gekomen, maar ik dacht wel op dat moment, toen ik daar lag in het ziekenhuis, ik ben 16 jaar, ik heb nog zoveel niet gedaan wat ik altijd had gewild. En sindsdien heb ik de gitaar gepakt en ben ik gaan zingen en probeer ik dat gevoel uit te dragen in mijn muziek. En als ik nu zo terugkijk naar mijn ziekte, het was een heftige periode, maar het is het beste wat eigenlijk ooit is overkomen in mijn leven. Want mijn perspectief is zo dusdanig veranderd dat ik heb geen kont om op te zitten. Ik ga eigenlijk alleen maar door muziek maken en probeer andere mensen te inspireren, vooral jongeren. Hoe erg de tegenslagen ook zijn, vergeet nooit wat je passie is. Ik vind het heel mooi, maar is het dan ook echt zo dat, dat je, dus voor dat moment, dat toen je 16 was, dat je heel, dat je in die zin anders was? Of dat je ja. Wel een kont had om op te zitten? Ja, ik was een heel positief jong. En ik heb een hele fijne jeugd gehad, mede ook door mijn ouders, die ook kijken. Je mag ze even de groeten doen. Eigen groetjes. Maar het is toch zo geweest dat vroeger ging ik wat sneller, ook als ik naar gitaarles ging, dan zeiden ze altijd weer, oh, Justin, je hebt niet geoefend, hè? Nee, dat klopt. Omdat ik gewoon niet, ik had niet de discipline daarvoor. Ik had geen focus, geen visie. En op het moment dat jou iets gebeurt en je realiseert je, ik heb alles wat ik eigenlijk had gewild, maar heb uitgesteld, nog niet gedaan. Denk je, nu is de tijd om te leven en niet later. Geen tijd te verliezen? Geen tijd te verliezen. Ja. Wauw. Mooi hoor. Nou, er zijn een hoop mensen die dat een stuk later dan op hun 16e tot zich krijgen, dat inzicht. En ook een heleboel mensen überhaupt nooit. Dus dankjewel dat jij dat met ons deelt. Geen enkel probleem. In de vorm van jouw passie en straks ook je muziek. Je gaat samen met At Your Service ook nog een van jouw nummers spelen. Klopt. Maar je hebt ook nog een filmpje gemaakt waarin we nog wat meer studenten ook leren kennen. Je had het net al even over de Grand Tour. Is dat echt een NHL... Dat is echt een NHL Stenden ding. Ja. Dus dat studenten heel makkelijk een deel van hun opleiding, een minor, dan in het buitenland kunnen doen. Ja. En dat kan dus heel makkelijk in Zuid-Afrika, in Qatar, op Bali en Bangkok. Maar we zijn ook met andere plekken in Europa bezig om te kijken dat je dus even je blik verruimt. Ja. En dat kan hele mooie dingen opleveren, gaan we zo dadelijk zien. Je hebt drie mensen gesproken. De eerste is ook geïnspireerd geraakt door haar Grand Tour, volgens mij. Dat klopt. Het gaat over Green Wave en over hoe de wereld verandert. Maar dan ten opzichte van duurzaamheid en wat we daarvoor moeten doen. Het is heel mooi om te zien mensen met verschillende achtergronden, ook binnen deze organisatie, hoe die zich conformeren aan het woord change. En dat gaan we zien in de video's. En we horen ook iets over de medezeggenschapsraad en nog Wayne Johnson, een internationale spreker. Dus we gaan kijken naar de volgende reportage van Justin. Frederik, bedankt dat je hier bent bij mij om jouw verhaal. Green Wave, ik ben erg benieuwd. Wat betekent het? Green Wave is eigenlijk een groep van mensen die het verschil willen maken en willen bijdragen aan een duurzamere wereld. En hoe dragen jullie dit uit? Op verschillende manieren eigenlijk. We willen graag mensen ambassadeur laten worden van duurzaamheid. Dat mensen echt het gevoel hebben van, ja, duurzaamheid, dat doe ik, dat draag ik uit. En op die manier denk ik ook. En wanneer had jij het idee, dit wil ik gaan doen? Nou, ik was op Grand Tour naar Thailand en Bali en toen zag ik eigenlijk wat voor een impact wij hebben op de wereld. Want hier in Nederland, ja, afval wordt mooi opgeruimd en zo. Nou, en toen dacht ik van,
wij als mensen moeten iets veranderen en daar sta ik voor. Je zegt net ook van ja, onze afval wordt gewoon weggehaald. Ja. Hè, allemaal lekker makkelijk. Ja. Maar was dat ook voor jou een soort ingave van hé, ik moet thuis iets gaan doen? Ja, eigenlijk wel. Want ik dacht van, oké, ik ben zelf dan soms ook een beetje laconiek in. Oké, dat afval, ja, dat papiertje bij plastic maakt niks uit. En oh, er is weer sale bij de H&M. Nou, ik koop wel dat shirtje. Maar daar denk ik nu wel meer over na. En ik denk ook na over wat ik koop en wat voor een impact dat heeft. Klinkt als een hele prachtige organisatie. En ik hoop dat wij er nog heel veel van mogen zien op onze eigen hogeschool. Frederik, heel erg bedankt. Ja. Voor jouw informatie en wat je doet. En tot snel. Wat betekent de medezeggenschapsraad? Wat de leerling of de leraar nodig heeft, dat behartigen ze eigenlijk naar het bestuur van de hogeschool. En eigenlijk hebben ze dit vroeger landelijk bepaald, dus wettelijk vastgelegd, om de machten te scheiden, zodat er geen machtsmisbruik gaat voortkomen binnen de organisatie. Wauw, dus het is eigenlijk een soort trias politica voor de hogere scholen. Ja, ja, eigenlijk zou je het wel zo kunnen noemen. En is er ook een moment geweest dat jij iets wilde veranderen? Er zijn gewoon altijd bepaalde dingen waar leerlingen tegenaan lopen binnen een hogeschool. En jij hebt dan eigenlijk een beetje de macht gekregen om hun daarbij te helpen of om die problemen echt daadwerkelijk op te lossen. Want meestal zeggen leerlingen van, nou, wanneer we met de klacht zitten of wanneer er iets is, dan gebeurt er meestal niks mee, de management luistert toch niet. En als jij in direct contact staat met de leerlingen, dan heb je eigenlijk de kans om hun ideeën door te geven aan het bestuur. En wij hebben het geluk dat we een hele leuke academiedirecteur hebben die ook echt goed naar ons wil luisteren. Dus mooi. Ja, dat is top. Bedankt voor jouw verhaal. Geen probleem. En hopelijk zien we elkaar weer. What is your goal to change in this world using your power as the director of international affairs? I think the most important thing that I've learned through my journeys and visiting so many different places and meeting so many different people is that the more I understand people, the better I connect with them. Yeah. And I think it would be wonderful if everyone had the privilege of meeting everyone. Unfortunately, it's not possible. But I think that once you get to the point in your life where you meet somebody who's not from the same background, from the same culture, from the same nationality, and you learn from them, you both become enriched. Yeah. And you both grow as a result of that. And I've seen that in my work as Director of International Affairs for NHL Stenden, and being in different parts of the world where we offer education, both for locals and also for students from our institution. I have seen how that experience has changed people, changed the way they see the world, but most importantly, change how they see themselves. Change how they see themselves. Want inderdaad, reizen en mensen ontmoeten biedt ook een ander perspectief op jezelf. Ik zag jou heel erg aangaan op het verhaal over de medezeggenschapsraad. Ja, ik vond dat heel mooi gezegd. Het was gewoon heel recht toe recht aan. Hè. Het begint ermee dat wordt duidelijk gemaakt dat we medezeggenschap hebben, omdat we niet willen dat op een school maar één iemand of een heel klein groepje mensen de baas is. Wat ik er heel mooi aan vond, is dat Josien ook uitlegde dat op het moment dat je daarin participeert als studenten en docenten, en hè, dus dat je met elkaar dat vormgeeft, dat het ook kan leiden tot een andere houding ten opzichte van de leiding van een school. In de zin van dat je het met elkaar doet. Dus dat je niet roept van god, het is allemaal maar zus of zo, maar dat je met elkaar daar verantwoordelijkheid voor neemt. Dus ik vond dat hij dat heel mooi zei en zo, ja, zo zie ik dat ook. Ja, dat je eigenlijk allemaal eigenaarschap hebt over wat je met elkaar doet. Ja. Hoe geven jullie dat vorm hier bij NHL Stenden? Nou, ik denk dat we de medezeggenschap zo proberen in te richten dat je uiteindelijk gewoon betere besluiten krijgt. Hè? Beter gedragen, beter voorbereid. Wij hebben ook nog als extra, zou je kunnen zeggen, een studentadviseur bij ons college van bestuur. Dus elke vergadering, elk besluit zit een student, die doet dat voor een jaar. Zodat je nooit het studentperspectief uit het oog verliest. Dus dat vinden we heel belangrijk. Ja, en heeft hij nu ook soms inzichten gegeven in deze periode waarvan je zeker zegt, oh, die is echt even het vermelden waard? Nou, dan zou ik even hard moeten denken. In allerlei opzichten is er wel steeds aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld studentwelzijn. Hè? Dus dat er ook studenten zijn met wie bijvoorbeeld internationale studenten die hier gebleven zijn. Maar als je hier bent zonder familie, zonder
directe vrienden en je zit op je kamertje achter je laptop college te volgen, is heel zwaar. Nou, daar steeds aandacht voor vragen voor het welzijn van studenten, dat is een belangrijke input van zo'n studentadviseur. Ja. 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 Nou, op landelijk niveau onderhouden we ook heel goed contact met medezeggenschap, dat heet dan het ISO. Hè. En een van de dingen die wij de afgelopen maanden ook heel nadrukkelijk op hun voorspraken eigenlijk hebben gedaan, is dat we met elkaar de afspraak hebben gemaakt om dit jaar niet te werken met het landelijk bindend studieadvies. En dat was nou typisch iets wat vanuit de medezeggenschap kwam, wat vanuit studenten kwam. En wat ons dus ook scherp houdt in de manier waarop wij proberen om het hbo te regelen. Dus dat zijn typisch van die dingen die bewijzen dat het goed is om ook met elkaar veel contact te hebben en het samen te doen. Ja. Iemand die altijd heel erg voorstander is van je hersenen zoveel mogelijk blootstellen aan nieuwe prikkels. Dat is onze keynote spreker van vandaag. Ik ga hem aan ons voorstellen. And I'll do that in English, the introduction of our keynote speaker. His name is Erik Scherder. He is a very well-known neuroscientist. And he has a fascination for the human brain. And I don't know however long I've heard him speak, whether it be 10 minutes or an hour, I'm fascinated by everything he has to say, so I hope he'll extend that pleasure to you as well. So he will be talking about how the brain is affected by stepping out of this rat race. There's beautiful things that are happening in terms of creativity, but there's also challenges in terms of motivation. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. A summer's disregard, a broken bottle top, and a one man soul. They follow each other. Luisteren, maar dan samen met Justin en we hebben net natuurlijk Erik Scherder gehoord. I hope you enjoyed his lecture and he will continue after we wrap up our get together here. Justin, het is heel hoopgevend. Hè? Jij hebt nog 10 jaar ontwikkeling van je hersenen te gaan. Dat gaat door tot je 30ste. Ik voel me eigenlijk nu wel goed na de lectuur. Ja? Ik voel me gerustgesteld. Heel erg mooi. En het is belangrijk dat je jezelf dus uitdaagt met nieuwe dingen die echt moeite kosten. Heb jij al eens eerder live opgetreden met een nieuwe band voor NHL Stenden met de start of the academic year? Nee, dat is de eerste keer. Het was wel eventjes wat nervositeit, maar we moesten ook van heel ver af moesten wij bellen, video's naar elkaar opsturen. En zo hebben we eigenlijk met elkaar afgestemd. En nu voor het eerst live. Ja, nou wat goed. Dus dit is ook heel goed voor je hersenen. Fijn dat we er ook een bijdrage aan kunnen leveren natuurlijk. Ik zou zeggen, ga jij alvast je plek zoeken. En dan ben ik heel erg benieuwd om te horen wat jullie van het verhaal van Erik vonden. Dankjewel, Justin. We gaan jou zo horen. Ja, wat een verhaal hè, van Erik Scherder. Maurice, is dat echt, jullie zaten allebei te genieten. Ja, ik vond het heel erg interessant. Ik hield er 2 dingen aan over. Ik ben 48, dus ik vond de cliffhanger waarmee het eindigde wel interessant. Namelijk, hoe zorg je ervoor dat je na je 30ste de witte massa goed genoeg blijft. Dat je hersenen goed blijven functioneren. Dus we willen allemaal zo'n stipje daar bovenaan zijn natuurlijk. Dus ik ga het nog eens een keer kijken wat hij daarover zegt. Maar ik moest ook wel aan iets anders denken toen ik er zo naar zat te kijken. En want ik dacht ook wel aan al die docenten in het hbo, die, en hoe moeilijk het ook is,
om mensen via zo'n scherm te boeien. En de Erik Scher is daar natuurlijk is fantastisch. Maar ik dacht ook wel van, ja, dat is ook wel de uitdaging waar we met z'n allen voor staan. Hè? Want op een gegeven moment zie je dan ook, hij reageert meer en meer op zichzelf. Dus hij zegt, goede vraag of haha. Maar ja, zo houdt zichzelf ook gemotiveerd. En het is dus ook wel, ja, daar moest ik ook wel aan denken. Van, het is dus ook wel heel wat waar we met z'n allen voor staan. Hè? En dan moet je niet vergeten dat de Erik Scher natuurlijk niet alleen een professor is die hier onderzoek naar doet, maar ook echt een heel getrainde en geoefende spreker is. Ja. Die dat dus behoorlijk tot in de finesses heeft ontwikkeld. Maar wat dat betreft hopelijk ook leerzaam. Om naar te kijken hoe hij dat doet dan. Ja, ik vond het zelf fantastisch. Het is ook inhoudelijk natuurlijk super interessant. Maar het is ook wel, ik vond het interessant wat hij deed. Doordat je dus ziet dat hij ook eigenlijk zijn eigen enthousiasme opwekt. En dat is ook een van de problemen van deze tijd. Wat je ook veel terughoort van docenten. Goede docenten die worden vaak ook scherper en enthousiaster. Ook door de interactie met studenten. Nou, dat is hij nu niet. En dit is een van de manieren waarop je dat toch, waardoor je er toch overheen kunt komen. Maar het is niet niks. Het is niet niks. Nee. Nou goed. Het is bijna performen. Hè? Daar lijkt het bijna op. Precies. Ja. Wat blijft jou bij met name? Nou, wat ik interessant vind, en dat weten we natuurlijk eigenlijk al een tijdje, dat die hersenen van jonge mensen zich dus eigenlijk veel langer doorontwikkelen dan we dachten. Ja. En dat betekent natuurlijk wel iets voor onderwijs. Dat betekent ook iets voor wat je van studenten kan verwachten aan verantwoordelijkheid die ze zelf wel of niet nemen. En dat blijven trainen, dat dus voor een studie ook heel belangrijk is. Ja. Vroeger was toch de gedachte dat die hersenen veel eerder uitontwikkeld waren. Nou, daar moeten wij dus met het onderwijs goed naar kijken. Ja. Blijkt soms ook nog wat verschil tussen jongens en meisjes. Hè, dat jongens ook nog langer structuur nodig lijken te hebben. Nou, dat zijn wel dingen waar wij proberen ook op in te spelen. En ook dat mensen soms het moeilijk vinden om al op vroege leeftijd keuzes te maken. Nou, kun je keuzes uitstellen? Dat zou bepaalde mensen, bepaalde jongeren kunnen helpen. Ja. Dus dat vond ik wel ook heel, werd ik weer even op getriggerd van hoe belangrijk dat is. Ja. Heel interessant. Ook leuk om zo dadelijk nog vragen te kunnen stellen aan Erik. Dat kan dan via de livestream. En hij zal er ook zoveel mogelijk op proberen te reageren. En zijn college voor jullie dus afmaken. Dan gaan we nu luisteren naar het muzikale debuut hier. In ieder geval in deze online show. Want hij treedt natuurlijk vaker op. Van Justin Ripassa. Voor de gelegenheid samen met At Your Service. Het podium is voor jullie. If you're planning on a trip going nowhere, where would you go now? Where would you go now? We've had plenty of opportunities to change now. I don't want to stay now. I don't want to stay now. For every time that the road seemed so long, was I a fool to let you break down my walls? Every day I want with you, that's a promise. Cause every day out here seems so bright. Let's just say that tomorrow's our favorite. And we won't be going home tonight. No, we won't be going home tonight. And every day I want with you, that's a promise. Cause every day out here seems so bright. That we can't stay here forever. Can't stay with you. And we have to say goodbye. So every time I close my eyes, it's like time in a bottle passing by. Dank jullie wel, At Your Service. En natuurlijk Justin Ripassa, dank je wel. Ja, en dan te bedenken dat die hersenen zich nog door gaan ontwikkelen. Hè? Wat er allemaal nog in het vat zit voor die man. Heel erg veel succes met je opleiding. En dank je wel voor jouw bijdrage als razende reporter, als muzikaal talent en natuurlijk ook als gast hier aan tafel. Dank je wel, Justin. Dank jullie wel, ook At Your Service. En bedankt hier mijn gasten op de bank. Maurice Limmen, heel erg fijn dat je er was. En heel erg veel geluk met al het werk voor alle hogescholen dat je doet. Maar heel erg fijn dat je Leeuwarden hebt uitgekozen om dit academisch jaar af te trappen. Heel erg fijn. Erika Schaper, veel geluk met je nieuwe collega's. En ook in je bubbel in Woudenberg, waar je ook met enige regelmaat zult verkeren. En ik wens me tot jullie om jullie een prachtig academisch jaar te wensen. En ik hoop dat het thema Change, het tempo
positieve zal worden geïnterpreteerd door jullie allemaal. Heel erg veel geluk daarmee in het komende jaar. Dankjewel voor het kijken. Wij schakelen nu over naar Executive Dean Wouter Hensens in... Gielinde! Gielinde! Ja. Zit mijn haar goed? Top. Oh, dank je. Dan kun je starten. Je hebt nog chocola. Sorry, nee. Het is jouw lach, man. Je lacht zo mooi. Oké, okay. Ga gewoon door. Ik heb een hele lach. Ja, vind ik mooi. Joosten, bedankt dat je hier... Jo? Nee, oké. Joosten, bedankt dat je hier bent. Wacht even. Joosten, bedankt dat je er was en dat je je verhaal wilde doen. En tot de volgende... Mag niet. Dat is ook verandering, of niet? Ja, doe het zo. Okay. Top.